Goeiedag, beste kijker. Het voorbije jaar stegen de huizenprijzen met 8,7%. Hoe komt dat en is het voor jonge mensen nog haalbaar om die eigen woning te verwerven? Een eigen huis, een plek onder de zon. Hoe kan de Vlaamse regering helpen om dat betaalbaar te houden? Over die spreekwoordelijke baksteen in de maag spreek ik met Matthias Diependalen, Vlaams minister van Wonen. Zeer welkom bij het gesprek. Minister Matthias Diependalen, zeer welkom in de studio. Dank u wel. Ik ga het met u hebben over het woonbeleid, over de woningmarkt. Maar ik wil beginnen bij het woningenbestand, want daarmee moeten we doen. We hebben 3,3 miljoen woningen in Vlaanderen. Nu, de helft daarvan dateert van de jaren 70, is ouder dan 50 jaar. Hoe komt dat we met zo'n oude huizen zitten? Ja, daar zijn heel wat redenen voor. Je hebt daar de golven van industrialisering, al van in de 19e eeuw. Hè, want een deel van dat woningenbestand is zelfs nog van dan, dat is het oudste deel. Je hebt daarna de wederopbouw, na de Eerste Wereldoorlog. Wat je ziet, dat zeker bepaalde regio's, de Westhoek met name, dat op dat moment nieuwe woningen gebouwd zijn in het interbellum, tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast zie je ook dat langs de grens met Wallonië eerder oude woningen staan. En dan inderdaad ook die verstedelijking, die eigenlijk een beetje in de rand rond de steden gebeurd is, voornamelijk in de jaren 70. Dus dat heeft met die golven te maken. Dat heeft ook te maken met demografie. Hè, waar dat mensen op een bepaald moment naar de steden getrokken zijn. Dat daar heel hard gebouwd is. Maar nadien terug naar die rand van de steden gegaan zijn. Dat heeft ook te maken met regelgeving. En dat is misschien, ik denk dat dat een van de belangrijkste is in alle eerlijkheid. En dat is dat wij vanaf de jaren 50 in Vlaanderen, in België, heel hard ingezet hebben op eigenaarschap. Ja. En een woning die van iemand eigendom is, ja, dan gaat die ook het leven van die persoon mee. Als mensen een woning zetten tussen de 20 en de 25, of nu zal dat iets later zijn, hè, eerder 25, 30, 35. Maar dan gaat men die ook blijven bewonen tot men 70, 80, 90 is. En over die periode wordt daar niet direct heel veel aan gerenoveerd. En dan krijg je een verouderend woningenbestand. Hè. Dus het gaat eigenlijk ook een beetje samen met die vergrijzing. Mensen die nu, ja, laten we zeggen, 70 zijn, gaan minder snel die woning renoveren dan prille dertigers. En dat zorgt voor een verouderend bestand. Is dat wat je kan zien op Immoweb? Immoweb geeft inzage in de Vlaamse huiskamers. Neem nu de Antwerpse Zuidrand, de stadsvlucht na de oorlog. Ja. Volgebouwd met belletages. Ja. Ziet er mooi uit van buiten. Maar wat als je binnenkijkt en hoe kijk je dan in termen van isolatie en dergelijke meer? Ja. Hoe zijn die huizen eraan toe? Wat zijn de gebreken? Inderdaad, we merken dat naar de normen van vandaag natuurlijk. Hè, want dat zijn heel andere normen dan in de jaren 70. Maar voldoen die woningen absoluut niet meer. En dan zit je ook een beetje met het probleem dat mensen, als ze naar de bank gaan en ze willen een woning kopen, hè, dikwijls gaat men naar een bank van, kijk, wat kunnen we lenen? Dit is ons inkomen. We willen op zoveel jaar, wat kunnen we lenen? En dan gaat men met dat bedrag ook de koopmarkt op. Maar men houdt er niet voldoende rekening mee dat men waarschijnlijk ook nog een renovatie moet gaan doen. Want het zijn oude huizen. Inderdaad. De structuren zijn oud. Inderdaad. En zeker met de huidige energieprijzen is die renovatie echt wel in uw eigen belang om te gaan doen. Vandaar ook dat we die renovatieverplichting vanaf 1 januari 2023, vanaf 2022, sorry, gaat die al in voor niet-residentiële. Kantoorgebouwen en dergelijke meer. Maar dat zal ook ingaan vanaf 1 januari 2023 voor residentiële gebouwen. En dat lijkt mij echt op de goede moment te komen. In die zin dat het nu echt in uw eigen belang is om die renovatie te gaan doen. Je moet dat niet doen voor de schone ogen van de overheid. Je moet dat doen voor je eigen energiefactuur onder controle te houden. En dus ook je comfort in de toekomst. Dus als je een woning koopt, en dat is wat we hopen dat de psychologie een beetje is bij de mensen, als ze vandaag naar de bank gaan, of vanaf volgend jaar dan, hè, en men rekent onmiddellijk mee dat er ook een renovatie moet gebeuren bij wat men kan lenen van de bank, dat ook een beetje die prijzen gaat drukken. En dat men dus niet alle beschikbare middelen aan de aankoop van een woning gaat geven. Die reflectie is er nu niet. Hè. Men kijkt naar wat kunnen we inleggen en dat is de nettoprijs van het huis. Daar gaan we voor. Moeten we de reflex hebben van, zeker als we naar die huizen kijken van de jaren 50, 60, 70, van goed, dit is de prijs op Immoweb pakweg, maar ik moet er zoveel 10.000 euro bij tellen. Ja, inderdaad. En iedereen die een beetje ervaring heeft met hoe het vandaag gaat, 10 jaar geleden was het, of zelfs nog zo lang niet geleden, denk ik, werd er een vraagprijs en dan werd er ondergeboden. Ja. Probeerde je daar iets af te doen, maar vandaag is het omgekeerd. Dan heb je een bezoekdag en krijg je een blad mee om een bod te doen, is er een vraagprijs, maar dan begin je daarboven al te gaan. Dus gaat men meer gaan bieden dan de vraagprijs. Dus die psychologie is helemaal gewijzigd de laatste jaren door die stijgende woningprijzen. En wij hopen dat daar nu terug een beetje een rem op komt. Ik denk dat dat ook nodig is, dat mensen effectief er rekening mee houden van, we moeten hier ook nog een renovatie gaan doen, op zijn minst die energetische renovatie. Dus dat men dat ook meerekent in die aankoopprijs, dat men daar nog een beschikbaar bedrag overhoudt voor die renovatie.
Ik wil het zo meteen hebben over die prijs op de huizenmarkt. Nog even over die renovatie, over die renovatieverplichting. Hoe is dat voor zoveel mogelijk mensen haalbaar? Er is een energielening of ook een renovatiekrediet. Ja. Twee dingen daarvoor. Eerst en vooral, bij het regeerakkoord lag die discussie ook op tafel. En toen hebben we dat niet gedaan. En ik was er ook op dat moment tegenstander van. Het is mijn overtuiging dat mensen zelf moeten kunnen kiezen waar ze wonen, hoe ze wonen, met welk comfort. En dat we daar zoveel mogelijk vrijheid moeten in laten. Maar op een bepaald moment zijn die energieprijzen inderdaad beginnen stijgen. En je hebt natuurlijk nog altijd die klimaatproblematiek. En op dat moment is het in het belang van de mensen zelf dat we die verplichting opleggen. Het is in het belang van de mensen zelf dat men gaat renoveren. We vragen ook niet zo heel veel. Energielabel D is best haalbaar, zonder al te grote kosten. Als je natuurlijk al een woning hebt die E heeft of zo, dan zijn die kosten vallen die mee. Maar je krijgt die ook zeer snel terugbetaald binnen de kortste tijd door die gestegen energieprijzen. Dus op dit moment is dat volgens mij wel een zeer duidelijke en goede beleidskeuze. Welke ondersteuning hebben we? Er is daar een heel lijstje van, gaande van directe premies voor bepaalde verwarmingsinstallaties, warmtepompen en dergelijke meer. Zonnepanelen ook nog altijd. En daar zijn heel wat premies die er zijn. Kan die op het internet heel gemakkelijk gaan zoeken. Maar daarnaast ook hebben we allerlei vormen van renteloze leningen, waarbij dan men dus gaat beroep kunnen doen op een renteloze lening om die renovatie te doen. En als je dat goed uitrekent en zit daarvoor samen met architect en aannemer, dan kan je met wat je bespaart op je energiefactuur dat deeltje van je lening terugbetalen. Dus dat is een heel verstandige ingreep die je doet, investering die je doet in je woning. En iedereen die vandaag geconfronteerd wordt met die afrekening van zijn energiefactuur, die weet dat het verstandig is om te gaan kijken van hoe kan ik dat energieverbruik naar beneden gaan halen. En dat is wat we willen aanzwengelen, wat we willen aantonen en in de hoop dat mensen daarin meegaan om dat te gaan doen. Dat gaat over het renoveren van een woning. We moeten ook durven kiezen soms voor het slopen van een woning. Er is nu 6% BTW, een verlaagd BTW-tarief op slopen en heropbouw. Dat is een federale maatregel. Die dreigt wel af te lopen, die maatregel. Juist. We hebben met de start van de Vlaamse regering hebben we de vraag gesteld aan de federale regering om de 6% in te voeren. Men heeft dat uiteindelijk gedaan. Een beetje op een vreemde manier. Er zijn wat voorwaarden aan gekoppeld, waardoor je nu twee systemen hebt. Maar los van daarvan is het een goede zaak dat die 6% voor vernieuwbouw, dus sloop en heropbouw, dat die er gekomen is. Maar men heeft onder andere gezegd dat dat maar voor 2 jaar is. Dus eind dit jaar loopt dat af. Nu, wij hebben een maand geleden ongeveer mevrouw De Mier en ik nog een brief geschreven naar de federale overheid om te vragen van verleng dat. Ik krijg er ook nagenoeg zeker wekelijks, maar mogelijk zelfs dagelijks vragen over van burgers, wat gaat daarmee gebeuren? Maar wij stellen die vragen aan de federale regering en zij moeten snel die knoop doorhakken, want dat zijn projecten die vandaag opgestart worden. Mensen willen vandaag die rekening maken of dat ze aan 6 of 21% kunnen gaan bouwen. Dat is een heel groot verschil, dat is 15% op uw bouwprijs. Dus de federale regering moet zeer dringend die knoop gaan doorhakken. En wij zijn absoluut vragende partij om voor vernieuwbouw, dus sloop en heropbouw, eigenlijk permanent naar 6% te gaan. Gewoon standaard, ja. 6%. Inderdaad. En waarom is dat? Dat heeft natuurlijk zijn kostprijs, begrijpen we ook. Ik ben ook minister van Begroting, dus alle waardering voor het feit dat men dat ook federaal in de gaten houdt. Maar dat is gewoon uw beste en goedkoopste klimaatmaatregel. In heel veel gevallen is het gewoon te duur, te kostelijk en dus ook voor het klimaat te zwaar om een woning die in zo'n slechte staat is, om die klimaat gezond te maken, is die investering en ook de druk op het klimaat die dat legt, te zwaar en is veel verstandiger om af te breken en onmiddellijk een nieuwbouw te zetten. En dus heb je daar eigenlijk een zeer goedkope, of toch een relatief goedkope klimaatmaatregel met die 6%. Dus in die zin hoop ik dat de federale overheid snel die knoop doorhakt. Ja, dat is een duidelijke oproep aan de federale collega's. U had het er straks over de prijs op de huizenmarkt, nu de mediaanprijs voor een alleenstaande open bebouwing in Vlaanderen, mediaan voor de duidelijkheid, is €380.000. Cijfers van Stadbel december vorig jaar. Dat is een stijging van 11% op 1 jaar tijd. Goed, dat is de vaststelling. Van waar komt dat, die hoge prijzen? Er zijn verschillende factoren en bijvoorbeeld de rente. Ja, inderdaad. Daar ben ik van overtuigd. Die cijfers zijn natuurlijk een klein beetje relatief. Maar appartementen en zo zijn wat anders. Het kan ook gaan over een stijging van 6 of 8%. Juist. Een substantiële stijging. Ja, absoluut. Daar spreekt niemand tegen. We zien ook wel dat in andere landen in Europa dat de stijging nog erger is. Nederland heeft er nog veel meer. Ook in Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië hebben we het nu gisteren nog gelezen. Dus ook daar zijn die stijgingen zelfs meer. In Vlaanderen valt het nog relatief mee. Waarmee dat niet wil gezegd hebben dat die stijging er wel degelijk is. En de belangrijkste factor daar, en dat denk ik dat iedereen
iedereen wel aanvoelt, is die aanhoudende lage rente. Dat is de reden waarom mensen gaan naar de bank en ze vragen wat kunnen we lenen. En dan is dat door die rente natuurlijk meer met het inkomen dat men heeft. En dat is de belangrijke. En net vandaag gaat daarover ook een belangrijke vergadering door bij de ECB. En zij zullen vandaag gaan uitmaken wat door die stijgende inflatie die we vandaag kennen, wat men gaat doen met die aanhoudende lage rente, hoe men daar gaat op reageren. Ook door mensen die veel geld hebben en willen investeren, waar spaargeld niets meer opbrengt, en zeggen goed, we kopen huizen op, drijft dat de prijzen ook omhoog? Absoluut, ja. Er zijn zeer veel effecten. Hè. Je hebt eerst en vooral vraag en aanbod natuurlijk. Hè. Ja. En er is nog altijd zeer veel vraag. Wij moeten ook in Vlaanderen tegen 2050, denk ik, 400.000 woningen bij hebben. Dus dat is massaal dat er moet bijkomen. Dat is uw spel dat blijft spelen, dat spel van de markt. Ten tweede hebben we ook gezinsverdunning. Hè. Dus we hebben sinds 1995... door die gezinsverdunning 23% meer gezinnen gekomen. Dus dat betekent dat je ook meer wooneenheden nodig hebt, onder welke vorm. Om maar aan te geven dat die vraag op de markt absoluut zou kunnen zeggen, vroeger woonden we samen met 6 in 1 huis en nu zijn dat 3 keer 2 mensen. Klopt, ja. En in veel gevallen, ik denk zelfs in Brussel, dat je tot tegen de helft zit van mensen die alleen wonen. Dus dat is zeker in stedelijke omgevingen zeer veel. Ook een stuk immigratie dan, als je het hebt over steden. Klopt. Sinds 1995 is dat 13-15%. Dat is ongeveer jaarlijks een stad als mijn thuisstad die erbij komt, hè, 25.000 mensen. Ja, die mensen moeten ook een woning hebben. Nu, daar is ook wel iets vreemd aan de hand, al iets technischer, maar we hebben een studie van de Nationale Bank die eigenlijk zegt van kijk, sinds 1995 zijn er 705.000 woningen bijgekomen en dat is meer dan het aantal gezinnen dat er is bijgekomen. Dus dat betekent ongeveer 4% meer. Dus dat betekent dat ook de bestemming van die woningen wel is veranderd. Dus we hebben meer woningen. Dat volgt normaal gezien uw aantal huishoudens. Maar de stijging van het aantal woningen is groter dan het aantal huishoudens. Dat betekent dat we ook zeer veel meer tweede verblijven gehad hebben. Dat er ook meer leegstand is. En dat zijn ook problemen die we moeten aanpakken. Die leegstand die trouwens ook uitgelokt wordt door die lage rente, dat is pure speculatie in veel gevallen. Hè. Mensen houden gewoon woningen leeg in de hoop dat het op termijn, gaan er ook niet meer aan verbouwen, kunnen het niet meer verhuren, want het voldoet niet meer. Maar gewoon puur de prijzenstijgingen. U zegt het daarnet, in sommige gevallen met 11% per jaar. Ja, dan brengt dat nog op door in de toekomst te gaan verkopen. Ik ben bijvoorbeeld absoluut voorstander, ook in mijn eigen gemeente. En voor wie in dat geval is, dat spijt me verschrikkelijk, maar dat is een goede belasting. Dat is waarschijnlijk een van de enige belastingen waarvan je mij hoort zeggen dat het goed is. Dat is de leegstandsheffing. Ja. En dat mag gerust nog wat meer zijn. En heel veel steden en gemeenten zijn daarvoor bevoegd. Maar in mijn aanvoelen mag er gerust wat meer zijn. Ik vind dat een heel goede belasting. Ja. U had het als verklarende factor over de demografie, over die lage rente. Op welke manier heeft corona een impact gehad? Ik denk ook wel. En dan zijn er twee zaken die spelen. Eerst en vooral de vraag zelf is gewijzigd. Hè. Wat men zoekt is iets gewijzigd. Hè. Immobiliënkantoren geven aan dat er meer gezocht wordt naar huizen met een tuin, met toch een appartement en met een terras. Dus dat er toch iets van lucht is, van open ruimte is die men heeft. Dus dat is het eerste. Maar het tweede, en dat denk ik dat nu nog meer speelt, is het feit dat we een tijd lang, niet zo heel lang, maar toch een tijd lang, de woningmarkt heeft stil geweest, is toe geweest. Dus er is een aantal maanden, ongeveer een drietal maanden denk ik, zijn er geen woningen kunnen gekocht worden. Ja, we mochten ook niet bezoeken. Nee, inderdaad, die bezoek. Ja. Juist. En dat heeft ervoor gezorgd eigenlijk dat je nadien een inhaalbeweging krijgt. En daarmee samen ook, hè, samen met corona, heb je daar ook de bevoorradingsketen die is verstoord geraakt voor bouwmaterialen en dergelijke meer. Dat zorgt dan ook voor duurdere prijzen, bouwmaterialen die duurder geworden zijn. En ook dat zorgt natuurlijk voor duurdere woningen en dergelijke meer. Dus corona heeft daar wel een effect op gehad. Maar ik denk, als we de cijfers die er nu zijn als definitief mogen nemen, want er beweegt zeer veel op dit moment en dat is altijd zeer gevaarlijk. Maar dan denk ik wel dat die gevolgen van corona nu aan het uitvlakken zijn. Dat we die stilletjes aan achter ons hebben. De grootste factor is trouwens op elk moment, ook tijdens corona, is die lage rente geweest. Daar ben ik van overtuigd. Hè. En de huizenprijzen zijn gestegen. Ik zou kunnen vragen, maar wie kan daarop antwoorden? Ook economen niet. Zal het stoppen met stijgen? Maar ik kan misschien wel vragen van, goed, ze zullen nooit dalen, maar zal die stijging misschien verzachten?
Let op, op sommige plaatsen in Nederland bijvoorbeeld heeft men op een bepaald moment wel een daling gehad. En daar pleit ik ook niet voor. Hè? Want je mag niet vergeten, er zijn vandaag ongeveer 2 à 73% van de mensen is eigenaar van zijn woning. Als morgen die huizenprijzen dalen, is dat ook kapitaalsvernietiging voor hen. Dus dat is 70% van onze bevolking die dan een deel van zijn spaargeld ook ziet verloren gaan. Dus dat zou ik ook niet willen. Maar het moet wel afvlakken. Het moet nu ongeveer... ik denk dat we daar die hoos is groot genoeg geweest. En dat moet gaan afvlakken. En daarvoor kijken we naar die vergadering vandaag van de ECB. Ik denk dat wij als Vlaamse overheid daar echt wel ons rol gespeeld hebben. We hebben eerst en vooral een zeer moeilijke beslissing, die woonbonus, afgeschaft. We hebben nooit gezegd dat daardoor de prijzen zouden gaan dalen, maar we zijn wel zeker dat dat één element was dat ook die prijzen omhoog duwde, dat nu weg is. Dat is wetenschappelijk onderbouwd, dat is een juiste beslissing geweest. Maar ten tweede, we hebben ook in september, bij de septemberverklaring, aangekondigd, en dat is nu in voegen, in 2022, de registratierechten. Een dubbele beweging die volgens mij heel verstandig geweest is. Dat is eerst en vooral, wat is vandaag het grote probleem voor mensen die op de woningmarkt komen? Dat is niet die afbetaling op lange termijn, want die rente staat historisch laag. Dus daar diende die woonbonus voor, maar vandaag hielp die niet meer, daar hebben we die niet meer voor nodig. Wat hebben we wel nodig, is dat moment dat men op die woningmarkt komt, we moeten zelf meer gaan neerleggen, hè, en die registratie gaan betalen. Dus men heeft zelf meer kapitaal nodig, spaargeld nodig, los van die afbetaling, om die stap op de woningmarkt te zetten. Nou, daarmee hebben we nu geholpen met die 6% naar 3% te brengen. Een substantiële verlaging, denk ik. En was jaren geleden nog 10% voor de beschrijving. Inderdaad, op 4 jaar tijd is dat van 10 naar 3% gegaan. Trouwens ook nog een keer voor energetische renovaties, hè, gaat dat naar 1%. Maar ten tweede, we zien daar ook dat er voor mensen die een tweede verblijf kochten, of die een investeringsgoed kochten, zoals u zegt, hè, beleggers, geld brengt niks meer op een spaarboekje, gaan naar de vastgoedmarkt. Die gingen concurrentie aan met die gezinnen die een eigen woning wilden kopen. Maar voor die mensen hebben we het verhoogd van 10% naar 12%, om er eigenlijk een beetje een rem te zetten op die concurrentie met die jonge gezinnen. Omdat we als overheid effectief willen dat zoveel mogelijk mensen een eigen woning in eigendom kunnen hebben. Als we even naar de toekomst van het wonen in Vlaanderen gaan kijken, 73% van de woningen is in private handen, zoals u al zei. 27,7% van de woningen zijn die alleenstaande huizen in open bebouwing. Nu hadden hier vorige week Vlaamse bouwmeester Erik Wiers te gast. Nu samen met andere experten hoor je bij hem het pleidooi om denser, kleiner te gaan bouwen, opnieuw richting de dorpskernen. En om een stukje af te raken of minstens af te stappen van de lintbebouwing zoals we die kennen in Vlaanderen. Is dat zo? Zullen we die Vlaamse droom van dat eigen huis omheind met een tuin moeten durven opgeven? Mijn uitgangspunt is altijd dat je als overheid eigenlijk niet te kiezen hebt waar mensen gaan wonen. Ja. Dat is hun eigen keuze. Dus je laat dat zoveel mogelijk vrij. Er is een markt die speelt. En dat is zo. Maar je hebt natuurlijk als overheid wel de plicht om een paar andere zaken rond ruimtelijke ordening in de gaten te houden. En er is een zeer brede consensus in Vlaanderen dat de open ruimte die we vandaag hebben, dat we die zoveel als mogelijk willen bewaren. En dat betekent, als je de demografische groei ziet en de gezinsverdunning van de toekomst, hè, die op ons afkomt, dat betekent dat we geen andere keuze hebben dan op de plaats die vandaag bestemd is voor wonen, dat we daar inderdaad met meer wooneenheden op die plaats, op diezelfde plaats moeten gaan optimaal gaan zorgen. Inderdaad, dat is die inbreiding, die densiteit die moet verhoogd worden. En ik denk dat de bouwmeester daar heel groot gelijk heeft. Nu, we moeten wel zorgen, en daar ben ik van overtuigd, dat er zal nog altijd een markt zijn voor mensen die kiezen voor dat huis met die grote tuin. En ik vind ook dat moet mogelijk zijn. Maar ga je dan natuurlijk een generatie hebben die nu zegt van, als wij kijken naar de vorige generatie, die de vrijheid hadden om dat alleenstaand huis met die tuin aan te schaffen, dat wordt dan deze nieuwe generatie ontzegd. Wij moeten kleiner, compacter wonen. Is dat een... Ja, maar het is ook voor die nieuwe generatie dat we natuurlijk die open ruimte willen bewaren die er nog is. Dat is ook voor hen. Dus in die zin proberen we daar een evenwicht te zoeken. En die markt, die woningen die daar nu zijn, hè, de vorige generatie heeft inderdaad die lintbewoning en dergelijke meer gedaan, maar die woningen zullen blijven bestaan. Hè. Dus die plaatsen die gaan niet verdwijnen. Er ligt geen plan op tafel om te gaan schrappen in bestaande, bewoonde, op dit moment gebruikte bouwgrond. Ja, dat zou een vraag kunnen zijn. Hè. Die lintbebouwing moeten we durven slopen. Ja, maar ik denk dat als je dat wilt doen, dat dan ga je... Zeer drastisch. Ja, zeer begrotingsmatig lijkt mij dat een bijzonder grote uitdaging. Dus ik denk niet dat hoeft ook niet. Ik denk dat we vooral moeten ons focussen, laat ons die open ruimte die er vandaag is, die bewaren. En dat betekent dat we zeer creatief moeten omspringen met die plaats die we wel nog willen gebruiken voor bewoning. Maar u had het er straks ook over corona als factor die de huizenprijzen wat opdrijft. Corona maakt ook dat we meer thuis werken. De economie is eigenlijk een stukje naar de thuis teruggekeerd, zoals vroeger, thuiseconomieën.
Dat schept natuurlijk ook de behoefte aan een ruimere woning, waar je woning ook je kantoor wordt. We gaan misschien net verlangen naar een groter huis. Ja, een deel kan dat zo zijn, maar daar hoef je daarom nog niet meer open ruimte voor gaan op te offeren. Hè. Je kan bijvoorbeeld ook meer aandacht gaan besteden, en heel wat steden en gemeenten doen dat ook. Hè. Je hebt zeer veel projecten van stadsontwikkeling die gaan zorgen dat er meer kwaliteitsvolle open ruimte in de stad is. Ik denk dat alle grote steden in Vlaanderen houden daar rekening mee. Dus op die manier ga je inderdaad, je woningen zal er misschien wat anders gaan uitzien door corona. Ik moet eerlijk zeggen, ik relativeer dat toch graag. Ik denk in alle eerlijkheid, we hebben nu corona gehad. Maar ik geloof meer in evolutie dan in echte disruptie. Ik weet niet in welke mate dat wat we nu ervaren hebben door corona, dat ons dan nog lang gaat bijblijven. Ook, het gaat ook over andere zaken, hè. Handen geven, kussen geven en zo. Ik weet niet in welke mate dat ons dan nog gaat blijven. Eens de vrijheid er weer is. Ja, keert dat misschien allemaal wel een beetje terug. Dus of welke invloed corona daarop gehad heeft, wil ik nog tussen haakjes plaatsen. Maar het feit dat we denser gaan moeten bouwen, klopt. En dat we dus misschien wat meer daar rekening mee gaan houden, klopt. En zeker ook dat minder grote tuinen per individuele woning. Maar dat wordt gecompenseerd door meer kwaliteitsvolle, open publieke ruimte. Ja, even naar de sociale woningen, dat is 7% van onze woningmarkt. Er was vorige week een debat dat nog nazindert ook op aanzet van uw eigen piste, waar u zegt, ja, er blijft een pakweg 1 miljard over voor het budget van sociale woningen. Laat ons dat kantelen in projecten waar we gaan samenwerken met private bouwheren. En ook op die manier naar de markt stappen. Er werd u kwalijk genomen dat het budget niet naar sociale woningen was gegaan. Nu, waarom raakte het geld niet op? Het gebeurt zelden in de wedstrijd dat geld niet opgeraakt. Ja, inderdaad. Ja, zeker als minister van Begroting. Ja, dan, u weet, voor mij is het ook geen probleem mocht dat geld naar schuldafbouw gaan. Even graag. Maar dan is natuurlijk die crisis of dat probleem op de woningmarkt niet aangepakt. En daar wil ik ook een oplossing. En mijn oplossing was volgens mij een zeer verstandige oplossing. Maar goed, men heeft het direct een beetje een ideologisch willen kaderen. Als geld wordt verschoven van sociale huurders naar mensen die het minder nodig hebben. En zeker naar de private markt. Maar dat zijn versimpelingen die men in de politiek maar al te graag doet. Maar laat mij kort uitleggen, twee losstaand van elkaar fenomenen die hier kom je in samenbrengen en een probleem oplossen. Eerste probleem, we zien dat er ook op de private huurmarkt vandaag een probleem is. Stijgende huurprijzen op de private markt zorgen ook voor een verdringingseffect. Ook daar hebben we meer woningen nodig. Dus we moeten daar meer gaan op inzetten. Dus de onderste middenklasse zit nog dikwijls, zijn studenten die net afgestudeerd zijn en die nog een beetje moeten sparen voor ze naar die koopmarkt gaan. Mensen die gescheiden zijn en die plotseling dringend een woning nodig hebben, moeten naar die private huurmarkt. Wel, daar doet zich ook een fenomeen voor. Wij hadden het idee van, we willen daar eigenlijk private verhuurders aanzetten om meer te gaan bouwen, om te zorgen dat daar snel woningen bij komen. Dat verlicht trouwens de druk op de volledige woningmarkt, maar goed. Dus dat is ook goed voor sociale huurders, maar het maakt niet uit. Dat worden we aanzetten. Nu, wat hebben die nodig? Die hebben een incentive nodig. Die hebben iets nodig waardoor dat ze die huurprijs naar beneden zouden doen. Wij dachten van, we gaan zorgen dat we u een voordeel geven en u moet dan, ik zeg maar iets, bijvoorbeeld 15 jaar lang uw huurprijs met 20-25% verlagen. Dat zou al een heel grote hulp zijn voor die private huurmarkt. Dat is één ding dat we wouden aanpakken. Het enige probleem dat we daar hadden is, we hebben dat incentive niet. We hebben geen geld liggen om daar iets aan te doen. Tweede pure vaststelling die er is, we zien al sinds, ook onder socialistisch beleid, is er een soort glazen plafond bij de sociale huisvestingssector. Men geraakt niet boven de 750 miljoen investeringen. Dus men heeft beslist bij de start van de legislatuur dat we tot 1 miljard per jaar vrijmaken. Hè. Dat zijn leningen die men kan aanvragen. U zegt dat is niet enkel deze legislatuur, dit gaat al jaren zo. Dat gaat al jaren door, dat is al jaren sinds 2013, dus dat is nog onder mevrouw Van den Bossen, geraakt men niet boven die 750 miljoen. En wij hebben nu gezegd van we willen dat optrekken naar 1 miljard, maar de sector geraakt daar niet. En dat is met de beste bedoelingen naar de sector, want we zijn vandaag ook bezig met die sector te hervormen om die capaciteit te verhogen. Dat ze in de toekomst meer zouden gaan kunnen bouwen. Maar dat gaat pas over een paar jaar zijn dat dat zijn effect heeft. Dus vandaag zitten we daar met die beperkte capaciteit. Nu is het probleem dat we die gelden zijn maar 2 jaar beschikbaar. Dus het geld, om het snel eenvoudig uit te leggen, in 2021 is men begonnen met het opgebruiken van het geld van het overschot van 2020.
Maar dat betekent dat men in 2021 eigenlijk maar 0,88% van de gelden van 2021 gebruikt heeft. Wat dat betekent dat het dit jaar een zeer groot overschot is. En dan nog te laten oplopen, dat is begrotingstechnisch trouwens belachelijk om dat te doen. Dat is onverstandig. We laten de betonmolens draaien en we bouwen huizen. Een bouwproject kost sowieso, duurt sowieso 3, 4, 5 tot 7 jaar. Zeker ook bij de sociale huisvestingssector. En dat geldt specifiek voor de sociale huisvestingssector. En die zitten aan het maximum van hun capaciteit. Zoals nu mijn voorstel van laat ons dat geld, die leningen die er zijn, zijn goedkope leningen tegen -1%, laat ons die ook gebruiken voor de private ontwikkelaars. Laat die zo snel mogelijk bouwen, want die kunnen net iets sneller gaan. Zorg dan, leg die de verplichting op dat ze goedkoper moeten gaan verhuren. Het voorstel is er nog niet door. Hè. We zullen zien hoe ver dat geraakt. Maar dat zou volgens mij een zeer mooie oplossing zijn voor 2 vaststellingen die je doet. We zullen zien waar dat het geraakt. Ja, het lag gevoelig. Hè. De reacties waren hevig. Hè, ja, maar men heeft er ook direct van gemaakt. Men wil geld van de sociale huisvestingssector versluizen naar... Ja, maar als je natuurlijk het voorstel net iets beter bekijkt, dan zie je dat het vooral bedoeld is voor de onderste kant van die huurmarkt, waar we ook met een probleem zitten. Daar doet zich ook een probleem voor. Waar trouwens die 170.000 mensen op de wachtlijst ook terechtkomen op dit moment. Hè, is ook in hun voordeel dat we die druk op de private huurmarkt kunnen verlichten. En die een rem kunnen zetten op die prijsstijgingen daar. Maar goed, het idee alleen dat er geld daarvoor zou gebruikt worden... Blijkbaar ziet men dat liever naar schuldafbouw gaan. Als minister van Begroting heb ik daar ook geen probleem mee. Ja. Minister Matthias Diependaal, een eigen huis, de plek onder de zon, is zo belangrijk. We zouden nog lang kunnen doorspreken, maar onze tijd is hier helaas beperkt. Ik wil u bedanken voor deze toelichting. Graag gedaan. Bij het woonbeleid. U ook, beste kijker, fijn dat u bij ons was. Volgende week is er opnieuw het gesprek. Ik wens u alvast een zeer deugddoend weekend.